offer tot het leggen van bloemen of een steentje, waarmee we laten zien dat de overlevenden worden herdacht. Ik vraag u hierbij om niet over de sterf te worden. Mag ik als eerste uitnodigen onze burgemeester namens het gemeentebestuur Land van Zuid. Ik ga de Kuznik uitnodigen voor het ISCOR. En omdat het vandaag zaterdag is, zal het ISCOR zonder versterking uitgesproken worden. Verzoek ik u om plaats te nemen achter het Sint-Nicolaas-gilde en aan te sluiten in de stille tocht naar het stationsplein. Vanavond herdenken we hier in Kuik en in de rest van het land de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in Europa en Zuidoost-Azië. Sinds 1961 herdenken we ook de slachtoffers van oorlogssituaties en vredesoperaties waarbij Nederland betrokken was na de Tweede Wereldoorlog. Zo staat iedereen vanavond hier met zijn eigen gedachten, wellicht gevoed door verhalen van familie of bekenden. Thank you.
aanwezigen en in het bijzonder beste kinderen. Fijn dat u er allemaal bent. Elk jaar kiest het Nationaal Comité 4 en 5 mei een landelijk thema voor de herdenkingen op 4 en de viering op 5 mei. Een thema dat inspireert om dit herdenken en vieren aan elkaar te verbinden en om historische gebeurtenissen te vertalen naar de wereldwijde actualiteit van nu. Dit jaar heeft het Nationaal Comité gekozen voor het thema Vrijheid geteld, op maat naar 80 jaar vrijheid. Met dit thema vraagt het comité in het jaar waarin de lustvervieren van 80 jaar vrijheid in september van start gaat, aandacht voor de littekens die de Tweede Wereldoorlog achterliet en nog steeds zichtbaar zijn. Zichtbaar, heel direct, in families die dierbaren hebben verloren. De moord tijdens de Holocaust of omgekomen door het oorlogsgeweld in Nederland en in voormalig Nederlands-Indië. Maar ook in brede verband werd de Tweede Wereldoorlog door, zoals in de manier waarop we tegenwoordig naar de wereld om ons heen kijken. Vandaag herdenken en vieren we dat wij in een democratie leven, in een land waar iedereen mag meedenken en meebeslissen. En dat brengt voor elk van ons een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Want tegenwoordig lijkt het er wel eens op alsof we naar vrijheid kijken als een consument. Alsof het iets is dat je kunt krijgen, waar je recht op hebt. Iets dat alleen op jouzelf betrekking heeft. Maar dat is toch echt een misverstand. Want met vrijheid komt verantwoordelijkheid. Vrijheid kun je alleen beleven door haar actief samen te delen. Verantwoordelijkheid voor vrijheid dragen we voor elkaar. De vrijheid die jullie bijna 80 jaar geleden wisten te herwinnen op het fascisme. De vrijheid die nu in de Oekraïne, in het Midden-Oosten en helaas op veel meer plekken in de wereld op het spel staat en wordt verdedigd. Dames en heren, het jaarthema Vrijheid verteld zegt het eigenlijk al. Vanaf september dit jaar herdenken we samen een jaar lang dat we al 80 jaar vrij mogen zijn. Beste aanwezigen, laten we aan jaarlijks herdenken op 4 mei zoveel en zo lang als mogelijk blijven vasthouden. Het zijn herdenkingen die worden georganiseerd door inwoners met respect voor onze geschiedenis en voor de vrijheid waarin wij nu kunnen leven. Mensen die zorgen voor de belangrijke verbondenheid in onze gemeenschap. En hiervoor wil ik mijn dank uitspreken. Het is mede door deze verbondenheid dat precies op dit moment andere leden van het gemeentebestuur dezezelfde toespraak houden in een van onze kernen in de gemeente. En zo blijven we met elkaar verbonden. Dames en heren, tot slot, traditie, verbondenheid, historie. Zij brengen ons hier vanavond samen voor een moment van respect en bezinning. Want we leven in vreemde, soms moeilijke tijden. In een wereld waar vrijheid steeds meer een luxe lijkt te zijn in plaats van een vanzelfsprekendheid. Daarom is het vandaag de dag ook belangrijker dan ooit om op te komen voor vrijheid. Vrijheid voor onszelf en vrijheid voor anderen. We moeten onze vrijheid koesteren, verdedigen en bevorderen. Voor de huidige generaties en de generaties na ons. Momenten als vandaag herinneren ons daaraan. Ze maken ons nederig en respectvol. Ik wens u allen en iedereen vrede toe, opdat wij niet vergeten. Dank u wel.